Yo, kijk, check snel. Mijn naam is Wessel. Vandaag ben ik terug met een nieuwe Manchester United carrière mode aflevering. Ja, jongens, we gaan door. We gaan verder waar we gebleven waren. Voordat ik het vergeet te zeggen, druk alvast op de like button als je zin hebt in deze aflevering. Ik bepaal zelf hoe ik de like systeem gebruik. Dus ik wil kijken hoeveel mensen zin hebben in deze aflevering. Volg ook zeker even ons Instagram account. In de beschrijving staat een linkje, Discord linkje. Ga er alsjeblieft in. We hebben daar nu een leuke community samen te creëren. Waar je career mode vragen hebt. Career mode tips kan geven aan mensen. Mensen geven tips aan jou. Ultimate Team tips van alles wat. En over Ultimate Team gesproken. Ik heb dus een Road to Glory kanaal gestart. Staat in het i'tje. Shadox RTG. Abonneer daar zeker op als je Ultimate Team wil zien. Zo niet, niet abonneren. Zeker de video's kijken. En dan gaan we nu van start. De wedstrijd tegen Chelsea staat op het programma. Dus we gaan eerst de persconferentie bijwerken. Bespreken hoe het gaat. Wat voor invloed heeft het voorseizoen op de selectie in aankloppen in jullie eerste competitiewedstrijd? Werken hard, elke dag weer. Dat is natuurlijk vooral hetgene waarom we wat we dus willen gaan bereiken. We willen gewoon blijven strijden naar een goede vorm. Kan het team de druk aan om te kwalificeren voor de Champions League? Kwaliteit is essentieel, de druk staat erop. Moet kunnen. Dat moeten wij kunnen met de kwaliteitsspelers die we hebben. Zoals jullie allemaal hebben overgenomen voor PSV, zien de fans en de Ryder met het werk te zien. Zal hij tegen Chelsea eerst speelminuten maken? Het duurt even voordat hij zich thuis voelt. Hij gaat natuurlijk niet meteen basisspeler worden. Dat wordt hij waarschijnlijk niet. Maar hij gaat misschien wel zijn eerste paar minuten maken. Dat ligt eraan. Dan gaan we even kijken hoe de wedstrijd ervoor staat. Dus onze opstelling kennen we. Dus jullie zien zo de line-ups. Let's go. Alright, hier gaan we dan. Manchester United tegen Chelsea. We spelen met een aantal nieuwelingen in het team. Eigenlijk best wel veel nieuwelingen. Waaronder de keeper Jan Oblak. Dan hebben we Taliafico op de linksachter. Skriniar, centerback als nieuwe speler. En dan hebben we natuurlijk het middenveld. Helemaal compleet nieuw. Madison Rice. En we hadden nog iemand. Ik ben eventjes vergeten wie. Wie hadden we nou nog meer? Hè? Hoe kan ik dat nou vergeten? Wow, nou, het best slecht heeft vergeten in ieder geval. En in de aanval hebben we natuurlijk Cristiano Ronaldo, Martial en Rashford. Dus we hebben gewoon een goed team, een uitstekend team. En hopelijk kunnen wij gaan winnen. Rio Ferdinand hier natuurlijk, de legend. Hopelijk kan Skriniar de nieuwe Rio Ferdinand worden bij Manchester United op de nieuwe Vidi. Het is gewoon een nieuw beest achterin. Hun hebben Williams, zie je. Hun hebben Williams gekocht, die Naki Williams. Hier staat Pulisic, ik zie Willian staan. Ze hebben dus een aantal leuke spelers erin staan, waar we dus voor moeten oppassen, waar we moeten waken. En Neves natuurlijk, Neves had wel het middenveld, onze nummer 8. En Rice, ja jongens. Hier staat het trio, het middenveld trio, die het moet gaan doen, deze wedstrijd. Die het spel moeten gaan maken. Het zijn echt hele aparte keuzes van mij om dat middenveld neer te zetten. We hadden veel meer kwaliteit kunnen halen, veel meer geld kunnen uitgeven aan het middenveld. Door middel van echt topspelers te halen. Maar zoals een Kroos of wie dan ook. Maar wij besloten om dit te doen. Een jeugdig middenveld. Met redelijk... Ze hebben allemaal wat Premier League ervaring. En hopelijk kan dit zich uitwerken. Hopelijk kan dit het droommiddenveld worden van Manchester United. Het droommiddenveld wat Manchester United zoekt op dit moment. Zonder Pogba, want die is vertrokken. Zonder Jesse Lingard, want die is vertrokken. Die is ook niet echt in vorm. Laten we daar ook even over spreken. Dit is dus de verdediging. Wan-Bissaka, Skriniar, Lindelöf en Taliafico. Rice, Madison en Neves. Het sterke middenveld. Rashford, Ronaldo en Martial. De aanval. Ronaldo de captain, onze nummer 7. En op de bank hebben we Zaha. We hebben James. We hebben Malen op de bank. We hebben McTominay op de bank. Maar deze opstelling van Chelsea. Toch wel wat verrassende namen. Ja, ook weer niet. Nee, dit is gewoon misschien wel de beste opstelling die ze hebben. Dus laten we meteen gaan beginnen. Hier is James Maddison. Ronaldo op Rashford. Rashford is snel. Ik zie Wan-Bissaka meegaan. Dat is een goede bal. Ronaldo voor het goal zichzelf plaatsen. Dat doet hij. Deze bal is niet goed genoeg in de handen van Kepa Arrizabalaga. En Williams heeft hij de bal niet. Wij wel. James Maddison. Maar die leeft hem ook weer in. Hier is Ronaldo. Hier is Martial. Dit is de eerste balcontact van de wedstrijd voor Martial. Kan je meteen iets uitrichten? Afkappen, naar binnen trekken, schieten met rechts. Dat kan die. En dit is een doelpunt. Let's go. 33 minuten onderweg. En Anthony Martial met zijn eerste balcontact van de wedstrijd. Pas na 33 minuten. En hij is meteen belangrijk. Martial is meteen belangrijk. Ja, heel team gaat feesten. Team moreel zit er goed in. Het team is
Ja, eindelijk de vreugde is weer terug in het team, om zo te zeggen. Ook buiten het veld gaat alles perfect. En hier Martial trekt naar binnen, schiet hem lekker binnenkant paal. En de bal vliegt erin. En staan we 1-0 voor tegen dit Chelsea. Chelsea natuurlijk ook niet, heeft natuurlijk ook niet het beste team dit seizoen. Ja, alhoewel Mount en Abraham het toch uitstekend goed doen. Maar ja, die staan er niet in. Lampard is boos, maar wij staan voor. En daar gaat het om. Let's go. 1-0. Goed verdedigd. Nu kunnen we misschien op de counter gaan. Een aanval creëren. We hebben de bal. Ik zie Ronaldo gaan. Dat is een redelijke bal. Hier is Ronaldo. Ik zie midden zie ik Madison. Dat is een goede bal. Madison. Ja, die bal drijfde te veel terug. Waardoor Madison niet bij kon. Nu moeten we oppassen voor de counteraanval van Chelsea. Want ze hebben natuurlijk wat snelle spelers voor hem met Willian en Inaki Williams. Maar die leveren hem zo in bij ons. En misschien kunnen wij nu weer wat uitrichten. Hier is Ronaldo. Hier is Rice. Ik zie Madison geen buitenspel staan. Maar die bal is net iets te scherp. De keeper had hem niet klem. Maar dat is zonde. De keeper was eerder bij dan Madison. Want die bal was niet perfect. Martial onderschept hij weer. We zijn de betere ploeg. En het gaat zo meteen de rust in. En wij zijn de betere ploeg. En dat is leuk om te zien. We spelen echt goed. Het middenveld is echt goed aan het spelen. Goed aan het tikken. Ronaldo die vooral veel in het spel betrekt. Rashford en Martial een beetje aan de buitenkant te blijven. Dus het gaat allemaal wel redelijk op zich. Ja, ik speel op ultiem. Als het echt te makkelijk gaat, eigenlijk. Ja, nu 1-0 tegen Chelsea, niet zo gek. Maar als ze echt alles makkelijk winnen, dan ga ik natuurlijk sliders instellen. Maar op dit moment gaat het nog prima. Chelsea heeft ook nog wat kansen natuurlijk. Dus het is niet dat het maar van één kant af komt. Oké, het is 58e minuut. Ik ga wisselen. Het gaat op zich best wel goed. Alleen, ik wil even wat verandering op middenveld. Middenveld doet het echt goed, geloof me. Maar ik wil McTominay proberen in te krijgen. Want dit zijn toch wel echt de vier spelers die het moeten gaan doen dit seizoen, het middenveld. En dan denk ik dat ik Lindeleu eruit haal. En dan zet ik Rice hier. En dan doe ik Skriniar, heeft meer zwakke benen dan Rice. Die zetten we hier. En Rice zetten we centraal achterin, want dan kan hij ook. Hij is best wel goed in te verdedigen. En dan McTominay op het middenveld met Madison en Neves. En dan misschien dat het verdedigen dus iets meer in het spel kan komen. Door iets meer met de backs op kunnen komen. Want Taliafico en Wan-Bissaka zijn allebei goede opkomende backs. Wan-Bissaka is misschien net iets meer verdedigend. Ja, misschien niet. Maar Taliafico, ja, dat kennen we bij Ajax. Daar hoef ik niks over te zeggen, neem ik aan. Dus voor de rest, ik denk dat ik Zaha erin ga brengen. In plaats van Martial. En dan ga ik Zaha dus links buiten zetten. En Malen komt er straks nog in plaats van Ronaldo of Rashford. Moeten we nog even kijken. Maar op dit moment McTominay op middenveld. Waardoor Rice blijft eigenlijk ook een soort middenvelder. Ja, het is lastig uit te leggen. Maar ja, het komt goed, want ik wil iets meer voetbal, nog meer voetbal op middenveld, waardoor de backs mee op kunnen stomen. Dus dat is een beetje de bedoeling van wat ik nu ga doen. Dus Rice erin brengen. McTominay erin brengen, Rice naar de centerback positie. En hopelijk pakt dat goed uit, want als het fout uitpakt, dan weten we dat voor de volgende keer. Maar we moeten nog een beetje wat dingen testen. En goed onderschept, en misschien kunnen we nu op de counter is Wilfried Zaha. Ik zie Ronaldo niet meer gaan. Toch wel, een goede bal, Ronaldo is weg. Ja, als Ronaldo weg is, is het een doelpunt. Wat? Oh, ik wou al gaan juichen. Ik dacht, als Ronaldo weg is, dan is het een doelpunt. Maar hij heeft zijn huidige vorm van de Real Madrid tijdperk nog niet helemaal te pakken. Bij Juventus mist hij ook best veel kansen. Dan zijn we natuurlijk niet gewend van hem. Maar ja, Zaha schieten. Maar Kante loopt in de weg. Oké, hier is James Maddison weer. Geeft aan Marcus Rashford, die er zo meteen uit gaat. Hier is Madison schieten. Oh, wat een redding van de keeper weer. Kepa met al twee goede reddingen. Net Ronaldo, nu op James Madison. En helaas niet doet. Goed gevoetbald, maar Rashford goed teruggelegd. Madison op met zijn linkervoet op de pantoffel. Helaas niet de goal. Nu ga ik Ronaldo naar rechtsbuiten brengen. Of nou, dan ga ik het zo doen, denk ik. Rashford rechts, Zaha rechtsbuiten. Ronaldo links. En Donjel Malen in de spits. Donjel Malen gaat zijn debuut maken. Waarom ik bij de anderen niet zei van hij gaat het goed maken, is omdat Malen is toch speciaal. PSV is in vorm. En voor de Nederlanders onder ons is het toch leuk om een Nederlands talent, een groot spitstalent, zijn debuut te maken in een team zoals Manchester United. Hier staat hij, nummer 14. Het nummer van Cruyff. Alleen dan bij United, de Nederlander Malen. En dit was niet mijn bedoeling. Oké, hier is Madison weer, die echt topwedstrijd speelt. Malen, hier is aan de bal. Ja, dat is iets te veel geprobeerd. Ik wil iets te veel, denk ik, met Malen. Oh, hij krijgt hem terug. Hij kapt hem af. Schiet maar. Goed vrij ruimte. En weer Kepa met de redding. Dat was de kans op de 2-0 van Donjel Malen. Die had de goal op zijn schoen. Maar, oh, dat zal wat zijn. Dat zal een debuut voor hem zijn. Nederlands talent, spitstalent. Die dan bij Manchester United in zijn debuut scoort.
Je hebt natuurlijk Memphis Depay bij United gehad, Blind bij United gehad. En Maal is er nu ook een van. Oké, hier is Willian weg bij Tagliafico. Tagliafico was een beetje mee aan het aanvallen. Maar gelukkig geeft hij de bal zo slecht. Maar wij werken niet helemaal goed weg. Hier is McTominay, Madison. Malen mee aan Zaha. Zaha terug naar Malen. Dat is een goede bal. Malen heeft hem nog. Hij heeft hem nog steeds. Geeft mee aan Zaha. Die is er langs. Terugleggen naar... Ja, er stond eigenlijk niemand. Ik dacht misschien kon Madison voor zijn man. Dat was niet het geval. Laatste paar minuten. Malen tevoren blijven. Misschien kunnen we hem hier onderscheppen, want de opbouw voor Chelsea is deze wedstrijd niet optimaal. Zoals dit levert Kante hem weer in. Een jongen die hem normaal niet zomaar inlevert. Hier is James Maddison. Malen is er langs. Malen met het schot en weer Kepa met de redding. Keept een goede wedstrijd. Dit was misschien ook een matig schot, maar buiten dat Kepa gewoon een goede redding. Een goede wedstrijd. Zo, ik kom niet helemaal uit mijn woorden. Dat is weer een kans voor Donjel Malen. Ah, ik hoop dat hij die kans uiteindelijk wel gaat afmaken. Hier is Ronaldo, die kopt, maar die kopt hem naast. Maar we hebben een corner, want blijkbaar was het geen kopbal of zo. Ik heb geen idee. Madison, slinger maar voor. Dat is een rare voorzet. Wat gebeurt hier? Oké, Donjel Malen geeft hem aan Ruben Neves. Die is er nu langs. Die mag voor mij gaan schieten. Ruben Neves. En weer een redding van Kepa. Het is een wonder dat er nog maar 1-0 staat voor ons. Want wat spelen wij een goede wedstrijd. Kijk hoe goed we voetballen. Chelsea is echt heel slordig in de opbouw. Maar Kepa houdt Chelsea toch echt in leven. Want wat een redding weer. Ongekend. Hier is Zaha, krijgt nog de kans. Ja, die wint de kop wel niet. Rice vangt op. Hier is Zaha nog een keer. Leg hem goed, schiet met rechts. Maar in de handen van Kepa. McTominay, Madison. Goede combinatie, Madison en Nuves. Hier is Malen, die laat hem lopen. Ah, dat was niet helemaal de bedoeling, dat is zonde. Hier heeft Ronaldo de bal. Geeft hem aan Neves. Die neemt hem aan, maar Willian zit ertussen. En de laatste minuut ingaan. En yes, de eerste wedstrijd van de Premier League tegen Chelsea hebben we gelijk gewonnen. Een geweldige start voor onze trainer. Een geweldige start voor ons team moreel. En een geweldige start voor de talenten. En voor de oude spelers die natuurlijk een hele hoop ellende hebben meegemaakt. Maken nu dus eigenlijk iets positiefs mee. Hopelijk kunnen we dit seizoen echt positief gaan blijven. En ja, dat alle fans, alles om Manchester United heen weer positief wordt. En niet die negatieve spiraal die we nu hebben. Ronaldo helaas niet het doelpunt gemaakt. Martial was dus belangrijk met zijn doelpunt. En we winnen met 1-0 van Chelsea. En dat is zeker een goede uitslag. Op naar de interviews. Chelsea 0 kansen. Het is ongekend hoe slecht Chelsea was. Eerst helft waren ze redelijk aan het voetbal. De tweede helft waren ze echt heel slordig in de opbouw. Hebben wij flink van geprofiteerd. Had wel 3-0 mogen zijn, kunnen zijn. Maar ja, geluk voor hun hadden ze Kepa in de goal. Want wat een beest was dat. Oké, de interviews. Hoe blij ben je met de eerste overwinning als mensen van United? De jongens hebben me 100% gegeven, dat is zeker waar. Het middenveld speelde echt uitstekend. De verdediging speelde gewoon decent. De aanval, ja, creëerde kansen, maakte ze alleen niet af. We waren vandaag getuige van de eerste speelminuut van Malen als speler van Manchester United. Wat vond jij van zijn debuut? Het leek me een leuke verrassing voor iedereen, met name de fans. Natuurlijk, fans zijn er vooral in de wolk over Malen. Wat vond je een sterk debuut van Zaha? Het lijkt me wel duidelijk waarom ik hem heb gekocht. Dat is zeker waar. Dat waren de interviews weer. En ja, één wedstrijd is weinig in de aflevering. Maar ja, weet je wat nu is het geval? Jullie zien mijn gezicht is een beetje overbelicht. De zon gaat zo meteen onder. En mijn cam heb ik al vaker uitgelegd. Mijn cam kan niet met een normaal licht. Als het donker is, werkt mijn cam niet. Heel raar. Geen grap. De wedstrijd tegen Wolverhampton komt eraan. Misschien gaan we die simuleren als het thuiswedstrijd is. Want ik ben dit seizoen, in deze keer, heb ik veel van plan te simuleren. Dalot kan de Red Bull Leipzig, maar wil ik nog even houden. Dus dat gaan we doen. Ja, redding Kepa voorkomt verdubbeling, voorsprong, Manchester United. Zeker waar. Als dit een uitwedstrijd is, ga ik hem niet simuleren. Het is een uitwedstrijd. En dan ga ik hem niet simuleren. Dan zie je voor de volgende aflevering. Ja, willen jullie de volgende aflevering wat meer wedstrijden zien in een aflevering? Laat dan zeker een like achter, abonneer als je nieuw bent. Laat ook een reactie achter. Dan gaan we dus spelen tegen Wolves. We gaan simuleren tegen Crystal Palace. Simuleren tegen Southampton ook als het uit. Simuleren tegen Sunderland met een wisselachtig team. Dan gaan we dit allemaal doen zo. Huppakee. En dit is de Europa League. Oké, dit is raar tegen Clincency. Geen idee. Dan gaan we dus simuleren of spelen tegen Leicester. Weet ik nog niet. En dan simuleren tegen Clincency. En dan zien we wel hoe het gaat voor een aflevering. Veel simuleren. Ik heb plan de eerste twee seizoenen met United veel te simuleren. Ook veel te spelen, want het is natuurlijk superleuk nog. Dus er komen echt hele vette video's aan. Morgen weer een Coach to Glory voor jullie. Op het tweede kanaal komt dus vandaag weer een lekker Ultimate Team video online. We hebben er dus op dit moment 3 online.
Met die erbij 4. Dus kijk dat zeker even. Laat een like achter, abonneer als je nieuw bent. En dan zie ik jullie zo spoedig mogelijk weer met een nieuwe video. Dan zou ik zeggen van later mensen.